Topper. Ik ben Kenny Tete, ik ben 26 jaar. Geboren in Amsterdam. Op dit moment woonachtig in Londen. Voetballend voor Fulham. Toen ik mijn eerste serieus degelijk contract tekende bij Ajax, het eerste wat ik eigenlijk deed, wist ik eigenlijk al wat ik zou kopen. Leuk als ik er nu zo over nadenk. Ik zou dat nu nooit meer doen, maar keek ik eigenlijk gewoon op autoscout en ik heb auto gekocht. Je hebt een nieuwe auto gekocht, heb ik begrepen. Ja, vertel, wat klopt. Heb je? Ik heb een GLE gekocht, maar nu wil ik eigenlijk nog iets extra's. Toch iets extra's aan het toevoegen, hè? Ietsjes bruter, ietsjes agressiever, lekker ordinair. Kijk, je kan genieten van bijvoorbeeld een hele mooie auto. Maar ik vind het ook vet om gewoon een hele ordinaire, ja, gewoon een patsenbak, vind ik ook vet om te zien, zeg maar. Er komt natuurlijk één ding gelijk in me op. Ik zag hem van de week voorbij komen, het kwam niet uit. Brabus, ik denk dat jij het ook in gedachten hebt. Ja, ik zag hem ook inderdaad, ja. Ja, super brut. Ik zag het op een donkere, maar ik vond dat lichtere vind ik toch wel wat mooier. Ja, vind ik toch wel wat mooier. Dus met dat carbon is het wel echt. Ja, dan komt het er beter uit. Ja. Details? Of zeg jij van? Ik zeg, doe maar. Jullie regelen het wel. Goed in balans. Gewoon. Ja, toch? Eigenlijk begon het toen ik heel jong was, dat ik eigenlijk alle automerken uit mijn hoofd begon te leren. Of dat ik, toen ik al heel klein was, bijvoorbeeld kon zeggen, hey, dit is een BMW of dit is een Mercedes. Als ik nu van die kids zie die vaak naar me toe komen en zeggen van geef gas, herken ik gewoon mezelf. Weet je, ik krijg er nog net geen kippenvel van, maar ik zie wel mezelf daarin terug. Dat ik op straat stond en keek naar die auto en zei, meneer, gas. Dus ik geef wel extra gas dan voor hem. Gaan we dat regelen voor ja, je? Ja, toch? Kijk hem, hoor. Komt hij aan, kind. Ja. Welkom. Welkom, eindelijk. Eindelijk. Spannend, hoor. Ja. Ik ben benieuwd. Ben je benieuwd? Ja, kan... Je hebt lang gewacht, hè? Hij mag er wel lachen. Ja? Mag het? Ja. Ik ben benieuwd, hoor. Go. Ja, hoor. Hij is ordinair. Chic ordinair. Dat is mooi, man. Die kleur ook. Gaaf, man. Als je met deze aankomt. Volle Brabus pakket natuurlijk. Die velgen springen eruit. Gruwelijk. Grote wielen. Remklauwen hebben we voorzien van Brabus branding ook. Ja. Dikke, ordinaire wagen, man. Ja. Frontlip. Ja, natuurlijk alle logo's. Welke ik zelf heel gaaf vind, is de instap die eigenlijk meekleurt met de interieurverlichting. Vet. Misschien nog wel het dikst van alles is die achterkant. Die spoiler best wel een formaatje. Ja, dikke achterkant. Ik zou zeggen, stap even in, zit even. Start hem even, doe hem lekker aan. Oh. Stap je erbij, qua geluid? Echt, met zo'n project, zo'n auto, bro. Als je met deze auto moet rijden, ja. Nou, het feit dat je de eerste bent in Europa. Dat je die dat kon krijgen, die dit pakket op de auto heeft. Gruwelijk. Beter kan niet. Gruwelijk. Nee, ik ben echt blij mee, man. Ja, voel me weer als een klein jochie, man.